de bekendste... Ik moest even wakker worden ook. Tuurlijk. De bekendste vertegenwoordigers van de Palingsound die stoppen er definitief mee. Jan Keizer en Annie Schilder die gooien na een samenwerking van 10 jaar de microfoon in de ring. Als BZN in 2007 stopt, besluiten Jan en Annie, die op dat moment al 25 jaar ruzie hebben, vrede te sluiten en als duo de bühne op te gaan. Maar niet alle diehard BZN-fans zitten daarop te wachten. Dan zie ik mensen voorbij komen in, bij een optreden van Annie en mij, die heel kwaad zijn. Als je nou helemaal niet naar Annie en Jan wil, dan moet je daar gewoon niet naartoe gaan. Op een of andere manier hadden wij meteen een klik. En we zijn prettig gestoord allebei, dus dat, ik denk dat dat een of ander heeft er wel mee te maken aan. Oh, nou ja, jij dan. Ik ben nog wel vrij serieus. Ja. Niet alleen Nederland geniet van de gouden keeltjes van het duo, vooral in het buitenland zijn ze wereldsterren. We hebben bescherpen, Jan Keizer, Annie Schilder. We zijn de Beatles van Roemenië. Ja, dat is echt. Dat geloof ik niet. Dat is echt zo. Er staan echt 5 cameraploegen. Ja. Elke keer als we op een vliegveld aankomen, dan wil iedereen weer weten wat we gaan doen. Ja. En dat is heel bijzonder. En ze willen je ook altijd aanraken. Jan stopt voorgoed, maar Annie heeft misschien nog wel zin in een nieuwe man. Mensen zijn nog lang niet van mij af. Ik ben geen 70, hè. Ga je wel aan mij vragen wat ik van hem vind? Of als het een man is trouwens? Nou ja, ja, is goed. En als je denkt dat Jan en Annie ergens op de dijk achter de geraniums gaan zitten, dan heb je het mooi mis. Maar of ze nou de deur bij elkaar gaan platlopen? Ja, dat denk ik wel. Nee, denk het niet. Jawel. Nou, het is in ieder geval nog niet meteen over. Jan en Annie maken nog een uitgebreide laatste theatertour onder de naam Grand Finale.